Goedenavond kijkers, welkom bij deze 39e uitzending. Het is vandaag, ja bijzonder, 12 mei. En waarom is dat zo bijzonder? Nou, op zich is het niet zo bijzonder dat het 12 mei is, maar het is de dag van de zorg. En wat zijn we verwend, hè? Wat zijn we verwend? Ja, een handdoek van kleine Leas. Ja, top. al deze gekkigheid. Je kent hem ook. Ik ken hem zo. Nou, dat is gekkigheid. Zo ben ik een beetje slecht te verstaan. Dus als mondkapje is hij niet echt geschikt. We hebben een vlog gekregen. Een vlog van Ruben Sonbergen. En die loopt langs het water. Hallo. We zijn aan het wandelen bij de Klinkerbergenplas hier. Er was een... staat hier een meer van de Klinkerbergenplas in Hoesgeest. Hier is een prachtig plek voor wandelaars. En zoals je begrijpt, dan raad ik het sommige mensen aan om hier even een wandeling te maken. Ik wens u allemaal vertellen. Dus, ik zou zeggen dat ik de mensen die aan het wandelen zijn hier zo een prettige dag wens. En de mensen die op Sillingo een moeilijke tijd hebben, vind ik een prettige dagen wensen. Dus, omdat dit een speciale dagen zijn en dat iedereen niet naar huis kan die op Sillingo zit, vandaar deze vlog. Ja, en dat was de vlog van Ruben uit een windrig meer. Ik ga jullie wat vertellen. Ik knuffel jouw gedachten. Troetel lief en dwars doorheen. Stuur een lichtje in donkere nachten. Want dan ben je niet meer alleen. Dit gedicht staat in de positiviteitskalender van vandaag, 12 mei. Dag van de zorg. En dat is afkomstig van de positiviteitskalender. En die worden onder andere gemaakt door... bij mij aan tafel is Elsley Stevens. Welkom. Dank je. Speltherapeute. Ja. Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed, ja. Jullie hebben samen met Marieke uit mijn hoofd... Ja, met Marieke en met Nienke en met Renske van de PMT. Ja, hebben jullie een positiviteitskalender gemaakt. Die versturen jullie 1 keer per week digitaal, hè, per e-mail. Ik kan het personeel uitprinten. En... Wat staat er allemaal in? Wat voor dingen en wat is de bedoeling? Wat willen jullie ermee? Nou, wat wij willen is door elke week een kalender te sturen waarin opdrachten staan. En zoals je net voorlas, een positief gedichtje of een positieve spreuk of een leuk plaatje. Dat onze cliënten positief blijven in deze moeilijke tijd. Want dat is het toch wel, hè? Dat ze thuis zitten en bepaalde dingen niet mogen. En door elke dag iets positiefs te doen, hopen wij dat ze er doorheen gaan komen door deze tijd. Dus door er bewust op gewezen te worden, kun je denken van, oh ja, misschien is dat wel... heb ik voor jou een opdracht. Want heb jij de laatste tijd nog wat aardigs voor iemand gedaan? Ja, dat heb ik wel. Oké, ja. Kun je een voorbeeld noemen? Ja, ik heb voor iemand die oud is en dus eigenlijk ook niet naar buiten kan, heb ik boodschappen gedaan. Kijk. Ja. Dus dan kun je zelf, als je erover nadenkt, van nou, wat voor dingen doe ik? Wat, bewust van wat je gedachten zijn, kun je denken van nou ja. Ik vond hem zelf best wel moeilijk. Ik heb er zelf ook even over na zitten denken. En het is ook wel eens moeilijk om van jezelf te zeggen van nou, dat aardigs heb ik voor iemand gedaan of zo. Weet je? Ja, maar soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Hè? We denken heel moeilijk, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je iemand een kopje koffie hebt gebracht.
Oh, Jos, die krijgt van mij altijd heel veel koffie. Nou, dus, dan ben je hartstikke aardig. Ja, of dat je de vaatwasmachine even in hebt geruimd voor iemand. Ja, dat vergeet ik dan meestal. Dat laat ik dan even buiten beschouwing. Dat is een mooie opdracht. Jos, je krijgt straks ook nog een kopje koffie. Dan heb ik de rest van de dag ben ik ook weer klaar. Maar die opdracht is elke dag verschillend. Ze zijn elke dag verschillend. En de ene keer is het iets wat je alleen doet. Ja. Maar er zitten ook opdrachten in die je met de hele groep kan doen. Zodat je samen ook plezier kan maken. Oké, dus een beetje activiteit of zo, hoe moet ik dat zien? Of ja, een activiteit waarin je heel veel plezier gaat krijgen als je die gaat doen. En, want plezier maken, dat zorgt ook dat er positiviteit in jezelf komt. Door samen dingen te doen. Ja. En die opdrachten staan erin. Dus er staan opdrachten in die je alleen kan doen. Maar samen met je medebewoners... kan doen. Ja. Maar ook die je voor anderen kan doen. Bijvoorbeeld iets aardigs voor iemand doen. Of een leuk kaartje sturen naar iemand die je nu niet kan zien. Ja. Nee, precies. Want, iemand is jarig of heeft het even moeilijk. Ja. En dan kun je ook iets aardigs doen in dit geval. Ja. En dan hebben jullie per dag een andere spreuk, tekening, foto, afbeelding, kleurplaat, noem maar. En een opdracht of een... Ja, een opdrachtje of een oefeningetje. Ja, ja, ja. Dat is, elke week is die, proberen we weer wat anders te bedenken. Oké. Voor jou is er waarschijnlijk ook veel veranderd sinds de afgelopen periode, omdat we aan maatregelen zijn gebonden. Gaat gelukkig heel goed. Kun je een beetje vertellen wat er voor jou veranderd is en of je nu nog aan het werk bent? Of? Ja, nou, er is heel veel veranderd. Ik ben nog steeds wel aan het werk als speltherapeut. Niet meer in de spelkamer. Dus de cliënten kunnen niet meer bij mij komen. Nee. Wat heel jammer is. Want het liefst wil ik ze natuurlijk allemaal gezien en aanraken. Maar ja, dat kan even niet. Dus wat we nu hebben bedacht is dat we heel veel doen met beeldbellen. En met FaceTime via de WhatsApp. Ja. En zo hou ik toch contact, met ze. En dan kun je ook met elkaar praten. En kunnen met elkaar praten. En elkaar zien. En elkaar zien. Goed. En kan ik ze helpen als ze ergens heel veel moeite mee hebben in deze tijd of met andere dingen. Of gewoon een gezellig praatje, dat is ook leuk. Precies. Ja, nou, hartstikke goed. Ik wil je enorm bedanken voor deze toelichting. En ik ga even kijken of wij de afstand hebben bewaakt van 1,50 meter. Jazeker, die hebben we gehaald. Dan gaan we nu even kijken waarom dat zo belangrijk is. 1,5 meter afstand. 1,5 meter. En ik zeg het nog een keer. 1,5 meter. Houd die 1,5 meter afstand. Dus doe dat, wil ik tegen iedereen zeggen. Dat is dus... zo ver, hè? Dat is de afspraak hier, in Nederland. In sommige landen gelden andere regels. Zoals in Groot-Brittannië. Daar moet je minstens... Wow. 2 meter afstand houden. En in Italië is het maar 1 meter. Raar. Landen mogen dat zelf bepalen. Met een beetje hulp. Dat wel. Want ze krijgen advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die alle landen in de wereld probeert te helpen om het coronavirus te stoppen. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie werken artsen, virologen en andere wetenschappers. En die zeggen dat je tenminste 1 meter afstand moet houden. Dus onze 1,5 meter in Nederland is al een stukje meer. Terug naar de vraag van Hasse. Is die 1,5 meter dan genoeg? Ja. Dat zit zo. Als je niest, poes je grote en kleine druppels uit. En die grote zijn het besmettelijkst. Daar zitten dan heel veel virusdeeltjes in. De piepkleine druppels zijn onzichtbaar en kunnen veel verder komen dan wat je hier ziet. Maar die druppeltjes zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie veel minder besmettelijk. Het zijn dus juist de grotere druppels die gevaarlijk zijn en die kunnen bijna nooit verder dan 1,5 meter komen. Dus daarom houden we ons in Nederland aan die afstand. En sinds dat is ingevoerd is het aantal nieuwe besmettingen en vooral het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt flink afgenomen. Dus dat lijkt goed te werken. Ja, van de 1,5 meter afstand gaan we nou 3,5 kilometer verderop naar de Passepartout.
En dan gaan jullie zien hoe je heel goed bloempotjes, waar je zaadjes in kan doen, om bloemetjes te laten kweken, om die mooi te versieren. Dus Greetje, zet hem op. Hallo. Vandaag is het weer. Hebben we weer iets leuks verzonnen. En dat wordt een potje met bloemenzaadjes erin. Maar het potje moet natuurlijk wel een beetje leuk versierd worden. Want anders heb je niks leuks in de vensterbank. Nou hebben we hier een hele grote versie. Die heeft Chantal gemaakt voor de winkel. Maar dat kan je natuurlijk ook heel leuk in het klein doen. Je krijgt in het pakketje zo'n potje. En een zakje aarde. En een paar zaadjes die uit dit doosje komen. Een aantal zaadjes. Je kan het potje leuk versieren met verf. En met stiften. Kijk maar wat je in huis hebt. Maar je kan het bijvoorbeeld ook nog met een leuk lintje doen. Kijk zoals het hier gedaan is. Met touw eromheen of met een lintje aan de bovenkant. Nou, als je de aarde erin hebt gedaan, de zaadjes erin, nog een klein laagje aarde. Dan kan je het plastic zakje nog een keer hergebruiken. Om het sneller te laten broeden. Broeden. En dan dat doe je dus zo. En dan laat je het zo staan in een zonnige vensterbank. En af en toe een heel klein beetje water geven. Kijken hoe dat gaat. En dan hoop ik van jullie allemaal mooie foto's of filmpjes terug te krijgen. Hoe het geworden is. Succes! Nou, zoals jullie zien breekt het zweet mij uit. Dus, hoe komt dat? Lieve vrienden, ik ga jullie wat vertellen. Wij gaan voortaan op de woensdag niet meer uitzenden. En denk je, wat maak je me nou? En de donderdag dan, en de vrijdag, en de maandag, en de dinsdag? Nou, dan nog wel. Maar we moeten natuurlijk nog wel even een tijdje door. En we willen natuurlijk altijd goede ideeën opdoen. En af en toe moet Jos en ik ook wel eens een dagje vrij zijn. En als je elke dag uitzending maakt, ja, dan gaat dat niet. Dus we hebben besloten dat we woensdag iets anders uitzenden. Maar geen Bergjournaal, Habitat, etc. Dus, maar donderdag zijn we er natuurlijk weer. Maar morgen beginnen we wel met iets speciaals. Iets heel bijzonders. Vorig jaar hebben we aan een project gewerkt, Cultuur Verbindt. En hebben wij samen met een aantal andere mensen een film opgenomen. Een geweldig leuke film. Ik hoop dat jullie heel veel plezier naar kijken. En dit is de film en die kunnen jullie morgen zien. Echt, echt, daar moet je naar kijken. Dus een eenmalige actie. En we vonden het wel bijzonder om dat jullie nu de kans krijgen om hem ook te zien. Dus veel plezier ermee. En dan gaan we nu alvast een kort stukje van de film kijken. Wethouder heeft ondertussen het luchtruim verlaten en is op zijn stalen ros onderweg naar de studio van het lokale Mediapark. Alwaar hij geïnterviewd wordt door de mogelijke opvolger van Philip Bloemendaal. Dag mijn heer van het Lijm, wat fijn dat u tijd vrij wilde maken voor de kijkers van het Bergjournaal. Wat gaat er nou precies gebeuren? Een zeer groot muziekfestival voor alle verenigingen uit onze prachtige gemeente. Voor de verbinding. Waarde dorpsgenoten, het is mij een eer u allen hier te mogen ontvangen. Lieve mensen, ga op zoek naar elkaar en leer elkaar kennen. Elkaars gewoonten, elkaars aardigheden en elkaars eigenaardigheden. En let vooral niet op de verschillen, maar zoek de overeenkomsten voor de verbinding door middel van de muziek. Nou, het zal mij benieuwen. En sommige muzikanten draaiden daar een beetje in door. Dat ziet er vast wel leuk uit. Dus morgen veel plezier ermee. Dan wat anders. Je zit thuis. Je hebt een tuin. Of je hebt geen tuin, maar je hebt een grasveldje in de buurt. Je hebt een bal. Hoe kun je dan zo goed mogelijk die bal hoog houden? Want dat is knap. En Jackie Groene die leert jou hoe je dat het beste kan oefenen. Ga maar kijken. Hoi Jackie Groene. Wij hebben een vraag aan jou.
Hoe vaak kan jij hoog houden en heb je misschien ook tips voor ons? Ja, ik kan wel veel hoog houden. Ik heb dat altijd van jongens af aan heel erg veel gedaan. Dus ik denk wel, ik weet niet, 200-300 keer of zo. Ja, ik kan wel laten zien natuurlijk hoe ik het van mijn jongens af aan heb geleerd. En dat was namelijk, mijn vader had echt iets met op de knieën hoog houden. Oké. Okay. En daar ben ik dus ook eigenlijk mee begonnen. En dat begon dus altijd, ik moest altijd iedere keer een stapje verder totdat ik het geperfectioneerd had. Okay. Dus ik begon dan gewoon met één eigenlijk. Ja. En het is dus heel erg belangrijk dat als je het moment dat je de bal raakt, dus je eigenlijk in een soort 90 graden bent met je knie. Okay. En dat je de bal hierbovenop raakt. Dus dat je niet te ver naar je, want als je hem op je knie krijgt, dan gaat hij van je weg. Okay. Terwijl als je hem op je bovenbeen raakt, dan gaat hij eigenlijk weer naar je toe. Dus dan begon ik eigenlijk met 1, totdat ik die iedere keer kon vangen. En als ik dan kon vangen, dan ging ik dus naar 1, 2. En zo ging ik heel de tijd van been wisselen. En dan ging ik dus heel de tijd 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dus als je hoog wil aantal wil halen, dan is dit wel een goede... Ik kwam hier altijd heel erg ver mee. Dus, want je gaat dat dus steeds verder opbouwen. En dan word je dus ook steeds vaardiger in. Grappig. En dan heb je eigenlijk die balans heel erg makkelijk. Ja, zal ik het eens proberen? Kan je het proberen? Ik kijk hier wel heel erg naar uit. Het is denk ik mijn favoriete momenten van de dag. Ja, dat is best oké. Dus, en dan moet je zorgen dat je met je rug heel erg recht blijft. En als je dan merkt, oké, hij gaat omhoog en hij blijft op de juiste hoogte, want hij moet natuurlijk ook niet hier naartoe. Ja. Dan kun je gaan switchen en dan ga je naar 2. Ja, grappig. En dan ga je naar 3. Dan heb je die houding. Okay. Oh, dit is zo fijn. Kijk! Hey. Ik ben hier wel trots op eigenlijk. Ja, het is wel even. Het is mijn hoogtepunt in jeugdjournaal, denk ik. Ja, 2 minuten leun. En heb je nog een trucje wat je. Ja, dat is altijd zo'n vraag. Maar heb je iets waarvan je denkt. Oh, dat is heel effectief en dat kan je altijd gebruiken als je in het voetbalveld staat? Ik ben altijd heel erg weg geweest van de tiptop. Zo. Die vind ik altijd heel erg leuk. Oké, dat gaat heel snel. Dus ja, zal ik hem langzaam voordoen? Ja, ja, ja. Dus je begint met je voet langs de bal. Dan ga je erop staan. Ja. Je trekt hem eigenlijk een beetje naar voren. Ja. Vervolgens trek je hem een beetje naar achter. Ja. Vind je balans, zet je je voet door. Okay. En ga je in een soort draai, dus je draait je bovenlichaam. Ja. Neem je hem met de andere voet mee. En gebruik je het ook in het voetbalveld? Ik doe het even wel eens, ja. En die werkt altijd? Nee, ja, niet zo heel vaak. In ieder geval voor mij niet. Maar ik zie mensen op tv het altijd wel heel goed doen. Dus, maar ik heb deze wel eens gedaan in de wedstrijd, ja. Als je klem zit of zo in een situatie waar 2 mensen op je afkomen, dan kun je heel erg makkelijk je hoek veranderen eigenlijk, zeg maar. Want je gaat die kant op en dan komt er dus bijvoorbeeld iemand van die kant en van die kant. En dan ga je achteruit en dan kun je eigenlijk er tussendoor. Het is gouden tv dit wel hoor, moet ik zeggen. Kijken. Dus je links. Links, ja. Trek hem een beetje naar voren, dus je geeft jezelf afstand, goed. En dan trek hem een heel klein beetje terug, dus niet te ver. Ja. Zet je je voet verder weg neer. Ja. Draai je om je as. Ja, bijna! Dit ga ik gewoon thuis gewoon heel veel oefenen, want dit dan zijn we vanavond hier nog bezig, denk ik. Maar toch bedankt voor deze tip. Dat is wel leuk, hè? Ja. Dus lekker met die bal oefenen. En als jullie het kunnen, of jullie zijn aan het oefenen, en er worden filmpjes gemaakt, dan zien ze graag. Of weer foto's, of vlogs, of stuur me door. Hartstikke leuk. Dan is het nu weer de hoogste tijd voor een Happy Tijd Show. Nou... Hou me vast, hou me vast. Dolly Parton. Tommy Rogers. Annie, hou jij mijn tas hier even vast. Het is te gek. Aansluitend het weer met Tommy Brexit. Ik wens jullie een hele fijne avond. En niet vergeten, tot donderdag. Zijn we weer bij de happy tijdshow. Ja. Heb je tijd vandaag van ons? Ja. Heb jij tijd? Ja, ik heb even tijd. Ja, ja. Gisteren had je geen tijd. Nee, vandaag, ja, vandaag heb ik wel tijd. Ja. Ja, gezellig. Hartstikke leuk. Ja, ik weet ook niet wat nou, er gebeurt. Nou, geen koek vandaag. Nee, geen koek. Ja. Nee, helemaal maar wij, wij blijven hopen. Hè? Ja. Hoop moet leven op de molkop. Op de molkop, ja. Wat gaan we vandaag doen? Nou, volgens mij hebben we 2 artiesten. Ja. Internationaal. Internationaal, ja. En de ene is
volgens mij Dolly Parton. Dolly Parton? Ja! Dolly! Ja, die Parton. Dolly. Ja, die Dolly. En de andere is, ja, is een beetje een dubbele rol. Tommy, maar ook... Rogers. Ja. Tommy Rogers. Ja, dus daar hebben we... We krijgen country en western. Ja! Yeah. Daar zijn ze! Tommy Rogers en Dolly Parton. You, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Pluspunt ook. Nou, ja. zeker. Nou, ik vond er wel wat nou, cool. Van. Ik, ja. Ja, ik moet er wel voorbij komen, ja. Denk ik. Ik mag graag naar kijken. Nou, anders ik wel. Ja. Dolly, nou. Ja. En, nou, ik en Tommy. En Tommy ook, Tommy. Ja. Nou, Tommy echt hoor. Het is echt zo'n stoere... Ja, zo'n paard stond buiten, denk ik. Nou. Wie krijgen we nu?
Wie krijgen we nu? Ja, we krijgen iets heel anders. Ja, oh, want Heepie en Heepie waren in de studio. Ja. En die hebben gewoon nog een ander liedje opgenomen. Ja, ja. Van Arnie. Oh, ja, met Arnie. Twee tasjes. Hou jij mijn tasje even vast? Ja! Want die gozer wil met me dansen. Arnie, geef mij mijn tassie maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. Het weekend stond weer voor de deur, we hadden niks te doen. Toen dachten we aan dansen gaan bij Koos in de Klaroen. We spraken af zo tegen 10 daar op de stoep te staan. Mijn pa had ons erheen gebracht, de disco stond al aan. Arnie, hou jij mijn tassie even vast? Want die gozer wil met me dansen. Arnie, geef mij mijn tassie maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. We stonden wat te praten en de tent zat vast en spoor. Toen zagen we die gozer staan, we stikten van de lol. Toen kwam hij naar me toe en zei: zeg dame, ben u vrij? Als dat zo is, heb ik een vraag. Doe dans een keer met mij. Arnie, hou jij mijn tassie even vast? Want die gozer wil met me dansen. Arnie, geef mij mijn tassie maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. Die kan niet dansen. Annie, hou jij mijn tassie even vast. Want die gozer, die kan niet dansen. Oh, wat gebeurt er nou? Ja, er gebeurt hier van alles. Ja, maar goed, ik vond het toch goed. Ja, nee, ik vond het wel heel leuk. Ik vond het fantastisch. Mooie tas ook. Ja, nou. Ja. Dat was weer een leuke aflevering met heel veel afwisseling. Dat wel, maar niet met iets te eten. Nee, want de schoteltjes zijn leeg. Maar goed, wij blijven gewoon hopen. Ja, op die moorkop. En hopen ook dat jullie volgende keer weer kijken naar de Happy Tijd Show. Woe! Beste kijkers van het Bergjournaal. Ik heb jeuk in mijn neus en dan komt er de wind. Oh ja? Ja. Oh, luister. Wat was dat een geweldig optreden van die Dolly Pardon. Hè? Huh? Nou, dat weet je toch wel. Pardon? Ja, dat weet je toch wel. Huh? Het volgende. We zijn er weer. Hier is Tommy Brexit met het weer. Pardon? Ja, pardon. Vandaag was het lekker weer. Oh ja? Ja. Oh, het was vandaag zonnig, vanochtend een klein druppje regen, maar het is toch wel fris, hè? En morgen, woensdag, wordt het ook fris, graadje 12. En weet je wat dat gek is? Donderdag ook fris, graadje 12, maar wel. Dit hebben we niet gezien. Dat gaan we niet op de heer doen. Maar wel, Zon, en een klein spatje regen. In de ochtend vroeg ik een beetje druppeltje regen. Maar overdag, de rest van de dag, zon. Maar dus zowel woensdag als donderdag, 12 graden.
En dan denk je, wat is het koud? Ja, dat is zo. En dan zeg ik het volgende. Luistert goed. Als een mol blaft als een hond, is de vorst uit de grond. Toedeledokie! Wat moet je doen tegen het nieuwe coronavirus? Was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk het contact met anderen.